was je boy Excellent, Partial Battles. Vandaag even geen judgment, maar een mededeling met betrekking tot de battle van Waldo tegen Chopper. Jullie hebben het gezien. In de battle heeft Waldo verschillende keren zijn telefoon gepakt. Misschien 3-4 keer op zijn telefoon gekeken. Wat dus betekent dat je slecht bent voorbereid. De lines die eruit kwamen waren wel leuk. Maar ja, het is disrespectvol richting Chopper die zich wel goed heeft voorbereid. Midden in de Ramadan. Maar wel gewoon voorbereid kwam en consistent van A tot Z. En Waldo heeft er eigenlijk met zijn pet naar gegooid, zoals je kon zien in de battle. Waardoor hij toch gedisqualificeerd moest worden. Omdat het gewoon niet goed staat om in een kwartfinale of achtste finale eigenlijk zo slecht voor te bereiden. En dan met de hele tijd op je telefoon kijken doorgaan. Dat staat gewoon slecht voor de toekomst van de league. Want dan gaan andere jongens ook dat willen doen in een battle. En dat is argument gebruiken van ja, Waldo deed het ook. En die is toch door. En dat staat gewoon ugly. Weet je, we weten allemaal dat Waldo een champion is. Mijn hoogste cijfer ever in de judgment is naar Waldo gegaan. Dus ik vind het zelf ook jammer. Maar moreel gezien is het gewoon not done om Waldo op basis van dit door te laten gaan. Dat kan gewoon niet. Ik vind het heel erg jammer, maar het is wat het is, man. We moeten gewoon naar consistentie kijken. En Chopper heeft zich gewoon beter voorbereid. En als je dat zet naast wat Waldo deed, ja, kan helaas niet, man. Dus ja, jammer. Waldo is gewoon gedisqualificeerd op basis van een slechte voorbereiding en het niet serieus nemen van de battle blijkbaar. En dat betekent dat Chopper door is, man. Ondanks ik Waldo eigenlijk betere materiaal vond hebben, qua complexiteit en skill factor, maar sorry man, het is gewoon disrespect om in een achtste finale 4K telefoon te pakken en daarvan op te lezen. En ja, het staat gewoon ugly, man. Ik kan je niet op basis van dat doorlaten. Dus helaas, man, Waldo gedisqualificeerd. Chopper is door naar de kwartfinale. Zorg dat je een kaartje haalt en komt kijken wat er verder gaat gebeuren, man. Bang bang.